Deze allereerste film gaat over de echte basis. Niet die ingewikkelde dingen zoals sluitertijd, diafragma of wat een brandpunt is. De echte basis van fotografie is licht. Licht is fundamenteel in je foto. Zonder licht blijft het immers een donker plaatje. Licht is er in allerlei soorten. De zon, een gloeilamp, een straatlantaarn, een kaars, een tl-buis of in de fotografie een flitser. Al dit licht heeft zijn eigen karakteristieken. Zo is de zon bijvoorbeeld heel onvoorspelbaar. In de zomer kan het heel fel licht geven en bij bewolkt weer heel zacht licht. En in de nacht is hij niet te zien. Niet iets waarmee je echt kunt plannen. Een lamp is alweer een stuk betrouwbaarder. Hij kan aan of uit met een druk op de knop. Maar hoe gebruik je het licht nu in de fotografie? Dat is een vraag waarbij het antwoord al ouder is dan de fotografie zelf. Een klein uitstapje naar vroeger. In de schilderkunst wordt het licht ook al sinds lange tijd gebruikt om de aandacht te krijgen daar waar het moet. Vroeger, en dan ook echt heel lang geleden, waren schilderijen ook niet echt interessant om te zien. Tenminste, als het om licht ging. In de Renaissance waren schilderijen ook nog maar plat verlicht. Alles was ongeveer gelijk, niet echt boeiend. Een voorbeeld is het middenpaneel van de hooiwagen van Jeroen Bos. Een interessant gebeuren op de schilderijen van Jeroen Bos altijd, er gebeurt vaak een hoop, maar, en vergeef me, want ik ben geen echte kunstkenner, ik vind er geen bal aan. Het is leuk om al die poppetjes bezig te zien met van alles en nog wat en de hele betekenis erachter, maar het ziet er niet uit. Het is te overzichtelijk, er is geen sturing vanuit de schilder anders dan de verdeling in zijn compositie. Daar liet hij wat steken vallen, vind ik, en daar gaat mijn fotografen ook niet echt sneller van kloppen. Het was onder andere de Italiaanse schilder Caravaggio die het licht introduceerde in schilderijen. Door duidelijk te dus laten zien waar het licht vandaan kwam, kon hij zijn kijkers met een hele nieuwe dimensie sturen over het schilderij. Hij introduceerde daarmee een hele nieuwe manier van schilderen en luidde daarmee ook de barok in de schilderkunst in. Neem bijvoorbeeld de ongelovige Thomas. Een schilderij waar je door het licht al getrokken wordt naar dat punt waar het Caravaggio om te doen was. Thomas die zijn vinger in de wond van Jezus steekt omdat hij het niet kan geloven. Daar zit ook het licht in de schilderij. Rechts gebeuren niet zulke interessante dingen en daarom hangt het ook wat meer in het donker. Caravaggio was daar een van de eerste in. Zijn stijl was een invloed voor vele andere grote schilders. Het maakte zelfs een complete stroming. Ook in Nederland. De Utrechtse caravagisten, zoals bijvoorbeeld Hendrik ten Brugge of Gerard van Honthorst, waren een belangrijke schakel om de schilderstijl van Italië naar Nederland te brengen. Ook Rembrandt heeft waarschijnlijk aan die Utrechtse caravagisten zijn inspiratie te danken. En Rembrandt kennen we allemaal wel. Zo niet, moet je jezelf schamen. Tot zover even een kleine zijsprong naar de schilderkunst: het laat goed zien hoe je met licht kunt sturen in afbeeldingen. Destijds was de foto nog niet uitgevonden, dus zij deden het met verf en doek. Maar ook in de fotografie is deze vorm van sturen met licht nog heel gebruikelijk. Wanneer ik bijvoorbeeld een van mijn eigen foto's neem door het licht meer op het gezicht van Mirte te richten, springt de aandacht ook daar naartoe. Hoe lief haar voeten ook zijn, ik vind het belangrijk dat je het gezicht ziet. Daarom leg ik daar het licht neer en blijf haar voeten wat in het donker. Je kunt het licht dus gebruiken om te sturen in je foto, maar dan moet je wel weten wat licht doet en hoe je het kunt creëren. Allereerst heb je twee soorten licht. Haardlicht en zachtlicht. Haardlicht is licht wat een erg sterke schaduw heeft. Zachtlicht heeft dan weer zachte schaduwpartijen. Haardlicht kun je maken met een kleine lichtbron. Omdat al het licht vanaf een relatief klein punt komt, krijg je al snel een harde schaduw. De zon is daar een mooi voorbeeld van. Ondanks dat het een mega vuurbal is, staat die best ver weg. Daardoor lijkt die klein. En als er geen bewolking is, dan zie je dat met de felle zon ook harde randen op de schaduw krijgt. Als je de voorbeeldfoto neemt met hard licht. Een foto uit de studio. Ik ben meer een binnenfotograaf dan een buitenmens. En in dit geval werd er een enkele flitser gebruikt. Op deze flitser een niet te grote achthoekige softbox die vrij ver van het model afgeplaatst stond. Hierdoor ontstond licht wat voor harde schaduwpartijen zorgt. Je ziet dat bijvoorbeeld aan het gezicht aan de linkerkant een vrij harde schaduw heeft. En ook de schaduw van haar neus en elleboog zijn bijvoorbeeld best hard. Deze foto heeft dan weer veel zachter licht. Wederom is een softbox gebruikt, wel een veel grotere, en deze keer stond hij veel dichterbij. Daardoor is de schaduw om haar lichaam nagenoeg verdwenen. Om het beetje schaduw wat er nog aan één kant was te verhelpen, werd er aan de andere kant ook nog een flitser met een softbox bijgezet. Op die manier pak je het model in met licht en verdwijnen schaduwpartijen eigenlijk als sneeuw voor de zon. Hard of zacht licht is dus afhankelijk van het formaat van de lichtbron in combinatie met de afstand tot het onderwerp. Een kleine lichtbron geeft harder licht dan een grote op dezelfde afstand. En een lichtbron ver weg geeft hard licht vergeleken met dezelfde lichtbron dichtbij. Naast hard en zacht licht kun je ook nog de intensiteit regelen. Je kunt bijvoorbeeld zacht licht subtiel gebruiken, maar ook een zee van zacht licht gebruiken. Dat is een kwestie van plaatsing en aantallen. Een enkele softbox aan de zijkant en redelijk dichtbij geeft zacht licht, maar toch nog wel een spel van licht en schaduw in je foto. Bij deze foto stond hij aan de linkerkant van het model. En omdat hij behoorlijk aan de linkerkant stond maakt hij toch nog een grote schaduw aan de rechterkant. Door een reflectiescherm aan de andere kant te gebruiken werd die schaduw nog een beetje ingevuld. Met een enkele flitser en een reflectiescherm maak ik dus zacht licht wat rijk is aan schaduw. Ga je de andere kant op dan kun je met meerdere lampen ook zacht licht maken wat bijna schaduwloos is. In deze foto werd een grote achthoekige softbox gebruikt die net buiten beeld bleef. Daarnaast ook een grote rechthoekige softbox aan de andere kant. Hoewel die laatste iets minder sterk stond, komt het licht daardoor toch van beide kanten en krijg je zo een foto met zacht licht en weinig schaduw. En nog twee flitsers op de witte achtergrond om het af te maken. Voor hard licht geldt hetzelfde. Door je licht subtiel terecht te laten komen kun je hele harde schaduwpartijen maken. Bij deze foto kwam het licht van links uit een smalle softbox die wat verder weg stond. Hierdoor kreeg ik een hard licht wat wel van boven tot beneden kwam. Met een reflector zou het in het midden wat feller geweest zijn dan aan de randen. Door het licht net van opzij te laten komen, worden alle oneffenheden in haar rug extra benadrukt door de harde schaduw die er ontstaat. Hardlicht kan ook feller en geconcentreerder op een model terechtkomen. Bij deze foto werd een grote reflector gebruikt die voornamelijk op haar gezicht stond gericht. Hierdoor creëer ik een soort hotspot op haar gezicht, datgene waar ik ook de aandacht wil hebben. Maar het gedeelte waar geen licht valt, dat wordt vrij snel donker. Geen hele zachte randen tussen licht en donker. Kijk bijvoorbeeld maar naar haar arm of in de hals. En tot slot is er nog een derde factor die het licht bepaalt: kleur. Daglicht is blauwer van kleur dan een kaars. Een kaars of een gloeilamp, dat geeft een gelige gloed. Deze verschillende kleuren van licht kun je ook meenemen in je foto. Een foto met een gelige gloed zal snel warmer gevoel opleveren dan dezelfde foto met een kleur licht, zoals de camera dat bedoelde. De witbalans en ook de kleuren van de lampen zijn daar van invloed op, maar ook nabewerking kan daar een rol in spelen. Bij dit stilleven zie je dat de foto met de koele tinten rechtsonder bij lange na niet zo sfeervol is als de foto linksboven met de warme tinten. Hoewel de foto met de koele tinten is zoals die op dat moment volgens de camera correct zou zijn. In dit geval is het met nabewerking wat aangepast. Licht kan natuurlijk ook iets mee vertellen in je foto, zeker als daar kleur bij zit. Bij dit voorbeeld zijn de twee artiesten te zien tegen een nagenoeg zwarte achtergrond. De houding vertelt zeker het een en het ander, maar verder is het een vrij sfeerloze foto. Het is een foto en het nadeel van concertfotografie is dat je niet hoort wat gebeurt. Daar zul je als fotograaf op een andere manier dus invulling aan moeten zoeken. En wanneer er een lichtshow om de hoek komt kijken, wordt het alweer een heel ander verhaal. De artiesten zijn hetzelfde, de houding is misschien iets minder uitbundig, maar door de twee gele spots in de achtergrond krijgt de foto wel veel meer dynamiek. Als fotograaf maak je bij concerten dan ook dankbaar gebruik van dit soort lampen. Wanneer je een interessante foto wil maken, maak je in eerste instantie dus niet zo druk om al die technische dingen. Het licht is dus een geweldig hulpmiddel om sfeer te bepalen of om aandacht te geven waar jij het als fotograaf wil. Het kan dingen accentueren of juist verhullen. Het is in het begin misschien wat lastig om het onder de knie te krijgen, maar met wat oefening moet je in een heel eind kunnen komen. Het is een kwestie van kijken en een kwestie van doen.